Come on boys, dit zijn de mannen van PSV onder 18. De mannen die getraind worden door hem, door Ruud van Nistelrooy. En eindelijk vandaag hier op een zonovergoten hertgang. De eerste wedstrijd om het Echi. De eerste wedstrijd in het seizoen 2020-2021. Er werden al de nodige oefenwedstrijden gespeeld. Afgelopen week nog tegen Schalke 04. Duel eindigde in 0-0. Er was ook al een bekerwedstrijd tegen HFC. Die werd met 3-0 gewonnen. Maar nu dus eindelijk een wedstrijd in competitieverband. Een wedstrijd om het Echi tegen Sparta Rotterdam. PSV begint heel goed aan de wedstrijd. Sterker nog, het begint uitstekend aan de wedstrijd. Want dit is Fodé Fofana na een half minuutje spelen. De 1-0 voor PSV onder 18. Hele fijne aanval. Uiteindelijk via Tielemans de bal bij Fofana. Die mag aannemen, die mag draaien. En die mag scoren. Karim El Fakiri, de doelman van Sparta, is kansloos op de inzet van die nummer 9 van PSV. Dit is Bakayoko met kans nummer 2. En ditmaal de uitstekende ingreep van El Fakiri. Tielemans. Fofana terug naar Tielemans. Schot Tielemans in de korte hoek. En die El Fakiri, die heeft het ontzettend druk in die openingsfase. Kans na kans, want hier is er weer één in de maak. Kopbal Fofana op het dak van het doel. Ja, zo had het zomaar al een nulletje of 4-5 kunnen staan in het voordeel van PSV onder 18. Maar het staat nog altijd maar 1-0. We zijn ook pas 20 minuten bezig. Bakayoko mag daar doen wat hij wil in de 16 van Sparta Rotterdam. Tielemans, Fofana. En in minuut 21, na deze prachtige aanval, staat het 2-0 voor PSV. Opnieuw Tielemans met het balletje op Fofana. En dit was een koud kunstje voor de nummer 9 van PSV. PSV gaat door via Duda. Hij treft de paal. Een kansenregen in die eerste helft. Kans na kans voor PSV. Dit is Fofana en daar is het 3-0. En zo heeft hij zijn hattrick al te pakken voor rust. Wat een wilde. Ditmaal doet hij het zelf met links. El Fakiri, geen kans. En dus 3-0 voor PSV. En je vraagt je af hoe hoog de score hier gaat oplopen. Nou, als Sparta mee gaat werken, dan kan het wel eens een hele grote score worden. Fofana met nummer 4, vlak voor rust. Prachtig voorbereidend werk van Tielemans. Het hakje, El Fakiri, kansloos. En 4-0, ongekend. Tielemans, want na rust gaat PSV vrolijk verder. Dit schotje is aardig, gaat richting de kruising, maar het gaat over het doel van El Fakiri. Bakayoko, een van de smaakmakers. Bakayoko met links, korte hoek, 5-0, minuut 63. En we noteren de vijfde treffer voor PSV. Johan Bakayoko. Balletje lijkt houdbaar, is wel hard. Verdekt geschoten, vanuit de heup. Fofana ditmaal dus niet op het wedstrijdformulier als doelpunt te maken, maar wel Johan Bakayoko. Hier een strafschop gegeven door scheidsrechter Van de Ven. Overtreding van Seelt op Van Wageningen. En Marcus Scholten mag de eer redden voor Sparta. Scholten met de inzet. Ja, en het is zo'n wedstrijd dat alles mee zit. En dan pakt ook Aaron van Laren nog een strafschop. Ja, die denkt, de hoofdrol in deze wedstrijd is voor de aanvallers. Ik wil me ook laten zien. En dat doet Van Laren dus. Hier de laatste kans van de wedstrijd. El Fakiri nogmaals met een redding op die inzet van Milan van der Riet. PSV wint met 5-0 van Sparta.